Hi allemaal, het is alweer eventjes geleden dat wij met jullie hebben gezeten hier voor echt een kletsvideo, een update video. En we dachten, het is wel weer eventjes tijd. Ja, we hebben namelijk de afgelopen tijd weer allemaal leuke dingen meegemaakt. En we dachten, dat vinden we ook heel erg leuk om met jullie te delen. En zoals je misschien wel is opgevallen, zijn onze tanden echt super wit. Onze tanden waren niet echt geel of zo, of echt heel slecht. Maar we hebben ze gewoon een opfrisbeurt laten geven. En het was onze eerste keer om onze tanden te bleken, dus dat was heel erg spannend en het leek ons wel heel erg leuk om dat vast te leggen voor jullie. Ja, dus we hebben daar ook wat beelden gevlogd en die gaan we je ook nu even laten zien. Hi iedereen, we staan vandaag weer in Amsterdam en we gaan zo meteen onze tanden laten bleken. En dat is hier achter bij mijn vinger, bij tandartsenpraktijk wit. En ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Nou, Tijn moet eerst eventjes de tanden poetsen. Yeah, gewoon zonder water. En zo meteen kunnen we hier plaatsnemen. En we hebben een DVD mogen uitzoeken, zodat we die kunnen kijken hierop. Tara heeft gekozen voor Beyoncé. En ik heb gekozen voor CSI Miami. Dus we kijken altijd naar de hoektand. Dat is de meest gele tand van het hele wit. Die zit al vrij wit, vind ik. Die zit op een C1. Gemiddeld kunnen wij 6 tinten lichter maken. Dus als we terug gaan tellen, dan kom je na 5 tinten al bij de witste uit. Oh. Ja. Nou, we gaan zo mijn tanden bleken. En het bleek zo te zijn dat mijn tanden helemaal niet zo heel erg gelig zijn. Dus na deze bleekbehandeling kan het zo zijn dat ik een van de lichtste tinten heb. Of misschien zelfs de allerlichtste tinten wit. Dat zou wel heel erg mooi zijn en dan zijn ze helemaal lekker opgefrist. Wat er straks gaat gebeuren is, ik krijg eerst allemaal watten in mijn mond. En ook zo'n mondspreider. Daarna komt er een bepaalde soort serum op en een gel. En dan krijgen we zo'n apparaatje op ons mond. Ja, en dan gaat de kleuren beginnen. En dat gaat in 4 tot 5 stappen. Ja. En elke keer 10 minuten. Dus het bestaat uit zuurstofmengsel en een waterstofperoxide mengsel. En dat moeten wij dan goed mengen. Zoals je zelf ook kunt zien, blijft het gewoon netjes op de tandoppervlakte zitten. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je het inslikt. Ligt je zo comfortabel? Kan je de tv zo zien? Ja. Oké, gaan we beginnen. Nou, Tara ligt nu in de stoel hier achter mij. Zij is helemaal klaar voor de behandeling en kijkt momenteel de dvd. En dan word ik zo meteen, wordt bij mij hetzelfde gedaan. En dan lig ik ietsje verderop. Oh, en Tara mag nu trouwens helemaal niks meer zeggen of doen. Dus we zijn gewoon een beetje met handbewegingen aan het zwaaien en dergelijke. Maar volgens mij zit ze helemaal prima daar. Nou, ik ben inmiddels klaar en zoals je kan zien zijn mijn tanden echt super wit, maar wel op een natuurlijke manier. Ik ben er echt mega blij mee. Het ziet er echt super goed uit, lekker fris en ja, gewoon super fijn en ik voelde eigenlijk helemaal niks. Het was best wel chill, ik heb gewoon een uurtje lang naar Beyoncé gekeken, had helemaal geen last van gevoeligheid of iets dergelijks. Dus het was voor mij echt een hele fijne ervaring. Heel erg benieuwd wat Larissa er straks van vindt. Ze ligt hier achter. En ik ga het wel gewoon even stiekem filmen. Maar Larissa is bij haar laatste ronde een beetje gaan kwijlen. En waarschijnlijk vindt ze het heel erg dat ik dit ga laten zien. Ik had er zelf niet zo'n last van. Maar Larissa daarentegen. Echt. Dit hier is allemaal kwijl. En dat kan gewoon gebeuren. Niet lachen. Het kan gewoon gebeuren natuurlijk. Niks om je voor te schamen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het er gewoon heel erg hard om lachen. Ik vind het heel grappig. Ik ben heel erg benieuwd hoe de tanden er straks uit gaan zien. Ik denk net zo wit. En ja, moet je kijken joh. Mooi hè? Oh my god. Heb je jezelf al gezien? Nou, je bent klaar. Het is vervelend hè, als je niet kan praten. Ik ga je verlossen. Kijk,
Sorry. Had je last van gevoeligheid? Nou, ja, geen. Nee. Zo. Grappig. Nou, zullen we dit nat doekje dan ook maar even eraf halen? Oh my god. Oeh, wauw. Zo mooi. Ja. Waar is zo'n serum nou goed voor, wat je er nu op gaat? Ja, dit geeft eigenlijk weer een extra boost en herstel van het glazuur. Oké, tijd voor de kleurbepaling. Dank je. Wat vind je ervan? Ja, echt super wit. Ik zie echt op schil. Mooi, hè? Ja. Dus dit is waarop je begon. Zoals een tikje gele. Ja. En dit is de witse kleur. Ja. En voortanden zijn nog witter dan mijn witse kleur. Ja, zeker. Dus zoals ik ook bij Tara zei, witter dan dit kan niet. Ja, ik zie het echt wel. Blij mee? Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Super. We staan weer buiten en ja. In dit licht kan je het nog wat beter zien, denk ik. Je ziet het echt super goed, vind ik zelf. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk verbaasd dat ik het zo goed, zeg maar, bij mezelf zie. Want vaak kunnen andere mensen het beter bij jou zien, maar ik zie echt verschil. Ik zie ook verschil. En ik moet ik vooral ben zeggen, heel blij mee. Ja. Ik vind het zeg maar niet te wit. Het is echt mooi. Nee, het is wel natuurlijk wit, maar wel echt zo van, ik zie dat er verschil is. Op, ja. Maar ik vond vooral de behandeling heel erg prettig. Ik heb me heel erg fijn gevoeld, ondanks dat ik echt een kilometer aan slijm heb gekweld en wat dan ook. Maar ik heb me helemaal niet onprettig gevoeld en ik was vooral een beetje bang voor gevoeligheid of pijn. En dat heb ik gewoon niet gehad. Dat niet. Dus ja, helemaal happy. We staan in Urban Outfitters en we zijn een paar kijkers tegengekomen. Groetjes aan alle groep 8 aan de Gertrude School. Ja, oké. Okay. Toppie! Doei. Doei! Nou, zoals je hebt kunnen zien in de vlog hadden we eigenlijk tijdens de behandeling helemaal nergens last van. Maar er zou wel gevoeligheid nog kunnen optreden. En dat is er bij ons ook gebeurd. Die later op de avond. Ja, het werd wel echt behoorlijk gevoelig. Ja. Het voelde echt... Het hoeft echt niet te gebeuren bij iedereen, maar bij ons gebeurt het wel. Dus we hebben er gewoon een beetje een rustige avond van gemaakt. Het was niet per se het plan, maar het was echt zo van daar... We gaan gewoon op de bank knallen. Ieder op onze eigen bank. We hebben echt Netflix aangezet. En we hebben de rest van de avond gewoon op de bank gelegen. En gewoon even gechilled. Ja, want het was wel... elke keer als je dan gaat praten, dan komt er wat wind langs. En dat voelden we toch wel heel erg. En uiteindelijk, na een dagje slapen, was het bij mij wel verdwenen. Ja, inderdaad. Volgende ochtend werd je wakker. En dan was het gewoon van... Ah, het is nu gewoon helemaal over. En nu hebben we wel echt hele mooie witte tanden. Deze blijven ook echt, als het goed is, zo'n 3 jaar wit. Afhankelijk natuurlijk van of je rookt, koffie drinkt, al dat soort producten. Maar ja, de komende tijd... Shiny! Ja, we zijn er wel echt heel blij mee. En we werden ook echt door een super vriendelijk meisje geholpen, Lisa. En echt stelde je helemaal op je gemak. Maar ze was ook gewoon, ik vond het wel een beetje dolle. Ik mocht bijvoorbeeld Larissa pesten met al haar kwijl. Dus het was echt voor de rest echt een hele prettige ervaring. Volgende nieuwtje dat we voor jullie hebben is, Taal en ik hebben laatst een fotoshoot gedaan. En het was niet zomaar een fotoshoot. Het was namelijk een fotoshoot voor een cover van een magazine. En onze allereerste cover. Ja, dat vind ik echt super vet. Het was een covershoot voor Girls Magazine. We hebben er al eens, wel eens eerder in gestaan met een poster en ook nog op andere manieren. Maar nu dus echt in de cover met een heel stuk over ons. En die komt waarschijnlijk uit in augustus. Ja. We zullen jullie wel op de hoogte houden van wanneer die in de winkels ligt. Want ik denk dat jullie hem dan wel willen hebben. Ja. Maar ik ben echt super benieuwd. Foto's worden denk ik ook echt heel cool. Het was echt lekker weer en we gingen schieten bij een strandtentje. Maar we hebben daar ook weer wat beelden gevlogd, dus dat gaan we je laten zien. Dan kan je het een beetje zien en aanvoelen hoe dat eruit komt te zien. Hi iedereen, het is vandaag dinsdag en we bevinden ons vandaag in Scheveningen. We zijn namelijk vandaag een fotoshoot aan het doen voor de cover van een magazine Girls. Super vet, Tara en ik komen daar samen op te staan en we hebben net al een eerste look geschoten. En dit is, ja, deze haar en make-up is daar nog voor gedaan. En we hebben net even lekker geluncht. En we gaan zo meteen look nummer 2 schieten. En we zitten vandaag bij Bora Bora op Scheveningen. En het is een hele leuke tent met allemaal leuke hoekjes en dergelijke. Dus perfect voor om foto's te maken. En ja, het wordt echt super vet gewoon. Mijn hoofd wordt het nummer van augustus. En er komt denk ik ook nog wel een poster in.
Dus houd deze zeker in de gaten en we laten jullie ook uiteraard weten wanneer het zover is. Maar het is gewoon echt super leuk. Dus dat zijn we vandaag gaan doen. En Tara zit hier ook. Yeah! Zo, we hebben net de shoot gehad. We gaan nu naar de volgende. Dit is wat Larissa en ik aan hebben. Larissa heeft een rood rokje aan, mooi t-shirtje erbij. Ik heb een shirt en een Pink Panther shortje. Ik heb ook hele leuke schoenen. Ze zijn wel een beetje matching. En ook nog roze schoentjes, die passen weer bij de Panthers. En ik heb hele mooie lichtblauwe fans. En we gaan nu naar de volgende shootlocatie voor een geprinte muur. Superleuk. Ik denk dat het echt hele mooie foto's worden. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Middag. Het was gewoon een groot team met alleen maar vrouwen en het was echt heel erg tof. Het was lekker zonnig en ook wel warm en we hebben echt veel foto's geschoten en veel dingen geprobeerd. Maar het was echt helemaal top geregeld en heel erg leuk. Dus we zijn girls heel erg dankbaar voor überhaupt deze mogelijkheid en ik kan niet wachten om ons in de winkel te zien. En ik zie het al eenmaal voor me dat ik dan alle girls over de hele rij ga verplaatsen. Dat niemand anders een magazine ziet behalve ons hoofd of de girls. En het lijkt me gewoon echt een geweldig moment. Ik ben echt super blij mee dat we er gewoon straks op een cover komen staan. Nou, laat even weten in de comments als jij hem sowieso gaat halen. En als je hem dan ook hebt, vergeet er geen fotootje te maken. Maar nogmaals, we zullen echt wel ergens aankondigen. Ik denk op Twitter of op Instagram of op Facebook. Of waar kunnen we het ook allemaal zeggen. In een video misschien nog. Dat hij in de winkels ligt. En zoals jullie wel weten woon ik sinds eind vorig jaar in Utrecht samen met mijn vriend. En ik had jullie ook nog een house tour beloofd. Deze komt er echt nog aan. Maar het schiet gewoon eerlijk gezegd niet heel erg op hier binnen. Dus ik wil nog heel even een paar dingetjes doen voordat ik die house tour ga doen. Maar laat me eventjes in de comments weten of jullie heel graag nog die house tour willen zien. Überhaupt. Ja, laat eventjes weten in de comments van ja, ik wil hem nog. Dan weet ik zeker van dat ik eventjes hier moet gaan opschieten. En dat ik deze gewoon voor jullie kan gaan filmen. En waar ik wel nog wat meer progressie in heb gemaakt is mijn balkonnetje. Want nu met deze mooie dagen, ja, is het toch wel heel erg fijn dat je een balkon hebt en dat je eens buiten kan gaan zitten. Dus ik heb wel wat veranderingen gedaan. Zo was het eerst wat meer kleurrijk. Ik had toen hele te gekke kussentjes gekocht bij Action was het. In die Ibiza stijl. En ik had allemaal gekleurde lampjes opgehangen. Maar toen begon ik weer een beetje te twijfelen of dit wel een beetje mijn ding was. En toen heb ik het laatst weer omgegooid. Toen ik een nieuw balkontafeltje bij Ikea had gekocht. Dat is een eentje die speciaal is voor op een balkon. Die kan je dan zo omhoog doen. En die kan je ook weer naar beneden doen. Dus dat is super handig voor als je zeg maar een kleine ruimte hebt. In een eerdere budgettopper video heb ik jullie ook zo'n heel leuk barkartje laten zien. Die heb ik nu ook even op het balkon gezet. En daar heb ik nu gewoon eventjes de barbecue op gezet. Met gewoon de kolen en dat soort dingetjes. Dus die staat wel heel erg leuk in het hoekje. En daar heb ik ook nog twee grote kussens neergelegd met een batik printje. En die vond ik wel heel mooi staan weer bij het bruinen van de tafel. Dus misschien dat ik het gewoon op dit kleuren thema hou en dan nog een paar dingen ga toevoegen. Maar ik vind het toch wel heel erg lastig al het inrichten. Ook in mijn huis gewoon binnen zelf. En dan willen we jullie ook nog heel erg bedanken voor de 98.000 subscribers. Natuurlijk zijn er al een hele hoop die al heel lang geabonneerd zijn. We zeggen welkom tegen de nieuwe, maar we willen jullie wel bedanken voor alle support als jullie er allemaal nog steeds zijn. En dat we gewoon nu 98.000 plus subscribers hebben. Dat is echt ontzettend veel. Dankjewel. Nou, het is momenteel lekker zomer en misschien heb je ook al vakantie. En we zouden het heel erg leuk vinden om wat meer insight te hebben over wat jullie gaan doen de komende tijd. Gaan jullie op vakantie? Blijf je misschien in Nederland gewoon lekker op vakantie? Leuke dagjes weg en zo. Ik vind het wel heel erg leuk om te weten waar jullie een beetje mee bezighouden de komende tijd. En of je de komende tijd ook nog gewoon video's blijft kijken zoals die van ons. Dus we hebben een poll aangemaakt. Die vind je in het i'tje. Dus klik er even op. En als je het leuk vindt, beantwoord dan even die vraag voor ons. We zijn gewoon heel erg nieuwsgierig. Nou, vergeet deze video geen duimpje omhoog te doen. En vergeet je ook niet te subscriben als je dat nog niet bent. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.